We volgen een training, keeperstraining. Dat is duidelijk te zien voor het DVS TV Weekjournaal van deze week. En hier staan vier keepers van de jeugd onder de 11. Die worden onder handen genomen door Hendrik Jan de Grijf. Een van de vele keeperstrainers hier op het hoofdveld. En dat gaat er behoorlijk fanatiek op. Kijk, kijk, kijk. Schitterende duiken daar. Hupsa. Daar gaat geen bal erin. En dat is fantastisch gedaan. Top! En de volgende staat klaar. In het midden van het doel waarschijnlijk. Of niet? Ja, hè? In het midden. Iets meer naar rechts. In het midden van de goal. Kijk naar links, kijk naar rechts. En daar komt hij hoor. Hup. Ja, ja. Zeer geconcentreerd. En hop. En heel makkelijk wordt er gedoken naar die bal. Het is allemaal een prooi voor de keeper. Schitterend. En de volgende. Staat klaar. Concentreert zich volop. Ah, ja, tegen de paal. Toch omdat hij hem nog net even raakt. En de volgende weer. Schitterend. Aantikken die paal. Ja, dat heeft te maken met de lichte vermoeidheid. Hup, maar hij is weer klaar voor de volgende. Prima, goed werk. Trainingen denk ik allemaal onder leiding van Aard Foppen. Maar een van de keeperstrainers is natuurlijk ook gewoon Paul. Paul Eppink, de doelman van het eerste. Mooi klem vast. Er wordt goed en zuiver geschoten. Schitterend doelpunt, mag ik wel zeggen. Keepers moeten natuurlijk ook zeer zuiver kunnen trappen. Dat is een van de belangrijke onderdelen van een keeper. Zeer specifieke keeperstrainer. Natuurlijk op reactie. Echt een wedstrijdsituatie doorgenomen. Gooien en pakken. Altijd weer klaarstaan. Alert zijn. Gespitst op de volgende situatie. Allereerst pakken. Vervolgens inderdaad die slingerworp. Zo wordt ook dit vak van doelman steeds specifieker. En daar moet je natuurlijk als club op anticiperen. En dat moet je door professionele keeperstrainers laten doen. Naast mij voor het Weekjournaal de verenigingsmanager Willem Beijdevier. Willem, welkom bij DVS TV. Goedenavond Piet. Willem, er staat van de week wat te gebeuren, hè? Aanstaande zaterdag. Nog wat extra maatregelen te nemen? Ja, ik ga ervan uit dat het wel weer een drukke dag gaat worden natuurlijk. VVAG doet het natuurlijk ook niet slecht in de competitie. Wij zijn weer redelijk boven water. Dus ik verwacht heel veel publiek. En uiteindelijk de extra maatregelen die we genomen hebben is wat meer mankracht inzetten. Maar de laatste jaren is alles wat ze gedaan hebben aan acties is ludiek geweest. Dus daar ga ik nu ook van uit. En we gaan gewoon extra mensen erbij zetten. En dat gaat allemaal goed komen. Komen er nog extra verkooppunten of zo of niet?
Nee. We gaan gewoon simpel werken vanuit de kiosk. En daar is ook een tappunt voor het terras. En binnen heb ik bemanning genoeg om iedereen van zijn natje en zijn droogje te kunnen voorzien. Dus volgens mij, ik denk dat we alles redelijk onder controle hebben. Moet je altijd voorzichtig mee zijn, Pieter. Ja, absoluut, absoluut. Weersverwachting is behoorlijk goed. Dus ja, ik verwacht toch wel zo'n 2500 man. Jij, 2600? Nou, ik zou daarvoor tekenen. Ik heb zelf ingeschat tussen de 2 en de 2500 man. Dus ja, dat klinkt allemaal makkelijk, 2500 man. Maar dat is toch het dubbele van wat je normaal met een thuiswedstrijd hebt. Dus ja, er zal wat extra om de hoek komen kijken. Tevreden over afgelopen zaterdag wat betreft de sfeer in het clubhuis bij de livestream wedstrijd IJsselmeer volgens DVS? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die jongens net ook complimenten gegeven. We zijn natuurlijk al een beetje een tijdje bezig met het voor elkaar krijgen van dat hele verhaal. En ik vond dus zaterdag voor de eerste keer was het echt perfect. Geluid was goed, beeld was mooi. En ja, er zit toch op dit moment een man of 40 te kijken. En ja, die vinden het allemaal hartstikke mooi. En ik hoop dat groepje heel voorzichtig aan uit gaat breiden. En dat we volgend jaar met thuiswedstrijden of uitwedstrijden... dat we gewoon 80 man in die kantine hebben zitten. Want ja, het is wel een sfeertje. Ja. Oké, ja, hartstikke mooi. Nou, wie weet deze competitie nog een paar keer zo. Want ja, het gaat behoorlijk opschieten, die competitie. Nog maar 5 wedstrijden. Daarna zijn er natuurlijk ook nog wat evenementen. Kun je er misschien een paar opnoemen, Willem? Ja, we zijn wat dat betreft zitten we aardig in de kijker, denk ik, bij de KNVB. Ik denk dat zij weten dat het hier allemaal geregeld is. Er staat nog een wedstrijd op het programma ergens in de vakantietijd. In 24 of 25 april. Nederlands elftal onder de 15. Die spelen hier inmiddels om 12:30 tegen Jong Groningen onder de 15. We hebben natuurlijk de Jonge Talentendag nog. Dat is de 26e, dag later. Dan hebben we natuurlijk 20 mei hebben het lage seniorentoernooi. En de woensdag daarvoor is er een heel groot business event vanuit de Business Club georganiseerd. Daar kan ik wel wat van vertellen, maar ik denk dat je daar beter Tineke Weren voor de microfoon kan halen. Ik begreep dat ook al geregeld was, dat hij een promotiepraatje zou mogen doen voor het weekjournaal. Heel positief. Over 3 weken gaat dat gebeuren, ja. Nou, dus 17 mei hebben we dan, 20 mei hebben we. Nou, dan krijgen we natuurlijk het Vinke Veluwe toernooi met, Pinksterzaterdag dat was, 3 juni of zo. En dan natuurlijk 10 juni de grote klapper, het Van Wijnen toernooi. En wij denken, als wij hetzelfde gaan presteren met vrijwilligers als afgelopen jaar, dan komt dat helemaal goed. En die eerste 10 dagen van juni, dan gaat geloof ik Bert van Hunestein al met zijn nieuwe selectie aan de gang, of niet? Ik weet wel dat Bert, ja, volgens mij de eerste week van juni gaat de nieuwe trainer een kennismakingsweek doen. Want ik begreep ook dat hij graag een wedstrijd wilde voetballen op 10 juni, maar hij heeft er niet bij nagedacht. Dat er Van Wijnen toernooi is. Dus die wedstrijd die er zou komen dan eventueel, die heeft hij nu inderdaad ook gezegd van ja, dat heeft geen zin. Want al die jongens willen natuurlijk ook meedoen met Van Wijnen toernooi. Dus dat heeft geen zin. Maar het is inderdaad de eerste week van juni. Goed opgemerkt. Uitslag, DVS, VVOG? Ik denk 3-1. 3-1. Nee, ik zeg 2-1. Nou, dan maakt niet uit. Blijft allebei 3 punten, Piet. En we gaan winnen, we gaan winnen. Dat denk ik ook. Oké, bedankt. Behoorlijk goed, dus ja, ik verwacht toch wel zo'n 2500 man. Jij, 2600? Nou, ik zou daarvoor tekenen. Ik heb zelf ingeschat tussen de 2 en de 2500 man. Dus ja, dat klinkt allemaal makkelijk, 2500 man. Maar dat is toch het dubbele van wat je normaal met een thuiswedstrijd hebt. Dus ja, er zal wat extra om de hoek komen kijken. Tevreden over afgelopen zaterdag wat betreft de sfeer in het clubhuis bij de livestream wedstrijd IJsselmeer volgens DVS? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die jongens net ook complimenten gegeven. We zijn natuurlijk al een beetje een tijdje bezig met het voor elkaar krijgen van dat hele verhaal. En ik vond dus zaterdag voor de eerste keer was het echt perfect. Geluid was goed, beeld was mooi. En ja, er zit toch op dit moment een man of 40 te kijken. En ja, die vinden het allemaal hartstikke mooi. En ik hoop dat groepje heel voorzichtig aan uit gaat breiden. En dat we volgend jaar met thuiswedstrijden of uitwedstrijden... dat we gewoon 80 man in die kantine hebben zitten. Want ja, het is wel een sfeertje.
Ja. Oké, ja, hartstikke mooi. Nou, wie weet deze competitie nog een paar keer zo. Want ja, het gaat behoorlijk opschieten, die competitie. Nog maar 5 wedstrijden. Daarna zijn er natuurlijk ook nog wat evenementen. Kun je er misschien een paar opnoemen, Willem? Ja, we zijn wat dat betreft zitten we aardig in de kijker, denk ik, bij de KNVB. Ik denk dat zij weten dat het hier allemaal geregeld is. Er staat nog een wedstrijd op het programma ergens in de vakantietijd. In 24 of 25 april. Nederlands elftal onder de 15. Die spelen hier inmiddels om 12:30 tegen Jong Groningen onder de 15. We hebben natuurlijk de Jonge Talentendag nog. Dat is de 26e, dag later. Dan hebben we natuurlijk 20 mei hebben het lage seniorentoernooi. En de woensdag daarvoor is er een heel groot business event vanuit de Business Club georganiseerd. Daar kan ik wel wat van vertellen, maar ik denk dat je daar beter Tineke weer voor de microfoon kan halen. Ik begreep dat dat ook al geregeld was, dat hij een promotiepraatje zou mogen doen voor het weekjournaal. Heel positief. Over 3 weken gaat dat gebeuren, ja. Nou, dus 17 mei hebben we dan, 20 mei hebben we. Nou, dan krijgen we natuurlijk het Vinke Veluwe toernooi met, Pinkster zaterdag dat dat was, 3 juni of zo. En dan natuurlijk 10 juni de grote klapper, het Van Wijnen toernooi. En wij denken, als wij hetzelfde gaan presteren met vrijwilligers als afgelopen jaar, dan komt dat helemaal goed. En die eerste 10 dagen van juni, dan gaat geloof ik Bert van Hunestein al met zijn nieuwe selectie aan de gang, of niet? Ik weet wel dat Bert, ja, volgens mij de eerste week van juni gaat de nieuwe trainer een kennismakingsweek doen. Want ik begreep ook dat hij graag een wedstrijd wilde voetballen op 10 juni, maar hij heeft er niet bij nagedacht dat er Van Wijnen toernooi is. Dus die wedstrijd die er zou komen dan eventueel, die heeft hij nu inderdaad ook gezegd van ja, dat heeft geen zin. Want al die jongens willen natuurlijk ook meedoen met Van Wijnen toernooi, dus dat heeft geen zin. Maar het is inderdaad de eerste week van juni. Goed opgemerkt. Uitslag, DVS, VVOG. Ik denk 3-1. 3-1. Nee, ik zeg 2-1. Nou, dan maakt niet uit. Blijft allebei 3 punten, Piet. En we gaan winnen. Dat denk ik ook. Oké, bedankt.